Van de heer in de orde stoort dan een resolutie van de heren Bart Caron, Bart Dossier, Wilfried van Dalen en Francesco van der Jeugd en mevrouw Els Robijns betreffende voedselverspilling en onnodige voedselverliezen. Wie vraagt hierover het woord? Meneer Caron? Ja, dankjewel. Ik zal het heel kort houden. De Wat zegt tekst u? Is bekend. Ik zal geen tijd verliezen, meneer de voorzitter. Deze resolutie wil de grote voedselverspilling bij ons, maar ook in het zuiden, in de hele wereld tegengaan. Voedselverspilling die ons veel geld kost, die u allemaal veel geld kost, die sociaal, ecologisch, economisch en financieel nadelig is voor iedereen. In tijden van honger en stijgende armoede, onaanvaardbare situaties. Er zijn goede voorbeelden in de samenleving dat de Vlaamse regering neemt ook een aantal initiatieven ter zake. Dat is al vroeger afgesproken. We willen die wat intensiveren. Deze resolutie is ingediend met alle democratische partijen samen. Ik wil dat ook wel beklemtonen. Ik wil de collega's daarvoor ook uitdrukkelijk danken voor de goede samenwerking. En met zo'n voorstel, meneer de minister-president, moet u Vlaamse regering absoluut aan de slag. Dank u wel. Goed, dank u wel. Vraagt nog iemand het woord hierover? Nee. Dan is de bespreking gesloten. We zullen straks de hoofdstemming op het voorstel van de resolutie houden.